Dus. Voorzitter, ik zie onze positie niet veranderen. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Van Baarle namens DENK. Ja, voorzitter. We hebben net een uitgebreid debat gevoerd met de heer Wilders. En verschillende mensen hebben in het debat de heer Wilders zijn uitspraken voorgehouden. Kopvolde tax, waarbij hij vrouwen met een hoofddoek heeft gediscrimineerd en op een verschrikkelijke manier heeft weggezet. De Koran vergeleken met Mein Kampf, de islam, een kwaadaardige ideologie genoemd, vergeleken met een ziekte, met rampen. En eigenlijk op al die voorbeelden die in het debat genoemd werden, zei de heer Wilders, ik ga ze niet intrekken en ik ga er ook geen excuses voor maken, voor die uitspraken. Vindt mevrouw Yeşilgöz dat acceptabel? En vindt mevrouw Yeşilgöz dat de heer Wilders daarmee met haar steun premier van alle Nederlanders zou kunnen worden? Mevrouw Yeşilgöz. Voorzitter, ik heb het debat gevolgd en ik heb de heer Wilders dat horen zeggen. Het is voor mij geen randvoorwaarde dat we met elkaar allemaal terugkijken en langs alle tweets gaan en zeggen en hier vind ik dit van en hier zeg ik sorry voor. Wat voor mij belangrijk is, en dat, ook dat geef ik al een tijd aan, voorzitter, is hoe je er nu in zit en wat je van plan bent om te doen, inderdaad voor alle Nederlanders. Dus mijn basisprincipes als liberaal staan 4 overeind. Dat heb ik ook aangegeven, staat ook in de brief van de Verkenner. Daar zullen wij ook alles aan toetsen. Dat kan voor niemand een verrassing zijn overigens, dat de VVD dat zal doen. En zo zullen we het ook bekijken. Vervolgvraag. Ja, voorzitter, laat dat even op ons inzinken. Hè. Hier staat de leider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En hier hebben we iemand in de Tweede Kamer en daarbuiten die 20 jaar alles heeft gedaan om die vrijheid en de democratie te ondermijnen. In ieder geval de vrijheid van meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims. Met discriminerende voorstellen, met beledigen, met wegzetten, vergelijken met ziektes en rampen. En voorzitter, de leider van de partij die zegt te staan voor vrijheid en democratie, zegt daar stap ik overheen. Wat zijn die woorden vrijheid en democratie voor de VVD er nog waard als wat er met meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims is gedaan door Geert Wilders, door mevrouw Yeşilgöz zo gemakzuchtig daar overheen gestapt wordt alsof het niks is? Mevrouw Yeşilgöz. Integendeel, voorzitter. Ik vind dat verwerpelijke uitspraken van de PVV van de heer Wilders, en dat weet hij ook. Er zijn wel meer partijen die hier verwerpelijke uitspraken in de Kamer doen, zeg ik richting de heer Van Baarle. De eerste keer dat mijn persoonlijke vrijheid en veiligheid werd bedreigd in dit land, kwam door zijn partij, door DENK. Daar heb ik tot op vandaag ook nog geen enkele keer een sorry over gehoord. Ik ga ook verder met mijn leven. He, als je hier in de Tweede Kamer, from the river to the sea, zegt, terwijl je weet wat de context daarbij is, wat de mensen horen, wat Joodse Nederlanders horen, en dat trots nog een keer herhaalt en herhaalt, ja, daar vind ik ook een hoop van. Zo kunnen we elkaar de maat nemen. En in debatten zullen we dat ook doen overigens. En aan de onderhandelingstafel zullen we ook kijken hoe ver we met elkaar komen. Maar deze is niet eenzijdig, hè, meneer Van Baarle? Ja, voorzitter. Kijk, mevrouw Yeşilgöz die kan met allemaal verwijten in mijn richting komen, waarvan de helft niet waar is en de andere helft ik een volstrekt andere opvatting heb over de duiding van de uitspraak die ik heb gedaan en ik sta daar nog steeds vierkant achter. Maar ik wil terugkomen naar de vraag. Ik wil terugkomen naar de vraag en de vraag aan mevrouw Yeşilgöz. Want mevrouw Yeşilgöz kan mij een wedervraag stellen, maar ik stelde haar een vraag. De vraag aan mevrouw Yeşilgöz is of het geloofwaardig is dat de voorvrouw van een partij die zegt te staan voor vrijheid en democratie alleen maar zegt, ik ben het niet eens met de uitspraken, dat ben ik ook niet, maar vervolgens zegt dat iemand dan geloofwaardig premier zou kunnen worden met steun van de VVD. Wat doet dat met meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims? Dat de VVD zegt, iemand die het heeft gehad over kopvodden, die zegt dat moskeeën gesloten moeten worden, die maken wij tot premier. Daarmee draagt mevrouw Yeşilgöz dus toch bij met het ondermijnen van onze democratische rechtsstaat door dat soort uitspraken tot het torretje te gaan verheffen. Dank u wel, mevrouw Yeşilgöz. Voorzitter, ten eerste heeft de heer Wilders hier zelf aangegeven dat hij dat gesprek aangaat, ook over de vorm waarop hij onderdeel uitmaakt van die coalitie of van die samenwerking. Dus dat is allemaal onderwerp van gesprek. Wie pakt welke rol waar? Wij zijn duidelijk over onze eigen inzet en dat is aan ieder om dat zelf vervolgens te vervullen. En ik begrijp dat de heer Van Baarle zegt, ja, maar ik wil het echt wel over de PVV hebben en niet over mijzelf. En ik geef aan dat ik hier meerdere partijen zie die in het verleden een verdienmodel hebben gemaakt van uitsluiten.
En mensen wegzetten als ze niet gedragen zoals zij dat wensen. Dank u. En u kunt van mij als voorvrouw van de Liberale Partij altijd verwachten dat ik dat zonder selectieve verontwaardiging terug zal leggen. Dus ook richting de heer Van Baarle. Dank u wel. Dan is het woord nu aan de heer Bontebal, CDA. Dank u wel. Misschien is het de opmerking.